Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Ja, hier is het goed. Ja, gewoon goed. Ik hoop daar ook. Het zou fijn zijn als het met ons allemaal goed gaat, toch? Ja, zeker. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben zo benieuwd. Jullie ook? Hoppa, flappa. Wat is dit? Unox gehaktballetjes in saus. Ik kan heel erg kort zijn over gehaktballen. Gehaktballen zijn in mijn ogen misschien wel het allerbeste vleesproduct van de wereld. Gehaktballen zijn altijd smaakvol, altijd lekker. En ik heb altijd trek in gehaktballen. Altijd gehaktballen. Ik denk dat toen God de wereld schiep, hij meer tijd in de gehaktbal heeft gestoken dan in de mens. Want de gehaktbal is toch een pakje lekker. Maar goed, niet alle gehaktballen zijn even lekker. Je hebt bijvoorbeeld mensen die het idee hebben dat een gehaktbal pas lekker wordt als je hem alleen van rundvlees maakt. En dat is niet zo. Zonder Porky de Pig in de gehaktbal is de gehaktbal eigenlijk niet lekker. Want dan wordt hij niet sappig genoeg en niet vet genoeg. De gehaktbal, ja, die moet gewoon lekker vet zijn. Ik lust gehaktbal met mosterd. Ik lust gehaktbal met mayonaise. Ik lust gehaktbal met pindasaus. Ik lust gehaktbal zonder saus. Ik lust gehaktbal gewoon in het eten. Ik lust gehaktbal gewoon naast het eten. Ik lust gehaktbal op een broodje. Ik lust gewoon altijd gehaktballen. Gehaktballen. Prachtig product. Maar ik maak mijn gehaktballen altijd zelf. Of ik koop gehaktballen in restaurants of zo. Of bij de slager. Die zelf gemaakt worden. En dit, lieve mensen, zijn natuurlijk gehaktballen die uit een fabriek komen. En dan zijn ze meestal niet zo heel erg lekker. Want dan kan je ermee squashen. Hè? Ze zijn een beetje toch enigszins stuiterbalachtig. Maar ook weer niet. En als je erin bijt, dan heb je... omdat het vlees ja, nou niet echt heel erg lekker is. Maar goed, laten we gewoon maar proberen. Kijk, een product afzeiken voordat je het hebt geproefd, daar houd ik niet van. Alhoewel ik dat eigenlijk altijd doe. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit, maar toch vind ik dat je moet proeven. Unox gehaktballetjes in pittige satésaus. Een gehaktballetje en satésaus is een fantastisch huwelijk. Een prachtig huwelijk, kan je zeggen. Als er twee niet gaan scheiden, zijn het wel de gehaktbal en het satésausje. Hier hebben we gehaktballetjes in kruidige tomatensaus. Nu zegt de gemiddelde Nederlander, waarom zou je gehaktballetjes in tomatensaus flikkeren? Nou, lieve mensen, dat doen ze in Griekenland, in Spanje en in Italië en in Portugal. Dan kan je gehaktballetjes in tomatensaus bestellen. En aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, wat wij hier in Nederland allemaal pasta bolognese noemen, zijn eigenlijk ook gewoon gehaktballetjes in tomatensaus. He? Precies. En dan hebben we hier een hele groene zak en dan weet je het wel weer, dat zijn het vegetarische gehaktballetjes. Ja, ik ben er altijd een beetje stil van. Vegetarische dingetjes. Vegetarische balletjes in zijn theesaus. Aan de andere kant, als je geen vlees wil eten, is het ook prima. En dan kan je toch ook balletjes eten in zijn theesaus. Dus ja, waar doe ik eigenlijk moeilijk over? En laten we eerlijk zijn, ik ben altijd vaak negatief over vegetarische producten. Voordat ik ze proef. En als ik in mijn bakkers heb, zeg ik, nou, dit is eigenlijk ook best lekker. Dus misschien moet ik een keer ophouden met die vooroordelen. Gadverdamme. Enfin, koud zijn ze sowieso niet te bunkeren, dus ik ga ze even warm maken, ja? Oké, mooi. Tot zo. Goh, heb ik wel zin in, zeg. Hop. Warme balletjes in bakjes met heel veel saus. De saté, de vegetarische saté en... Nou, daar klopt geen reet van. Dat is rood, dus dat moet zo. De saté... De balletjes in tomatensaus en de vegetarische met saté. En het zijn er heel veel in heel veel saus en ze zijn lekker warm. En ik heb een vorkje voor allemaal en het water loopt al in mijn mondje. Want voor gehaktballen kom ik mijn bed uit. 3 ballenbakkies. Ballenbakkies, hoe kom ik erop? We beginnen bij de gewone met saté. Gewoon een balletje met saté. Ja. Wat is er mis mee? Nou, even proeven. Om eerlijk te zijn, is de pindasaus licht pittig. Dat is een goed begin, want zoete pindasaus, ja hallo, dit is voor volwassen mensen, moet een beetje pittig. Ik vind hem lekker pittig, smaakvol,
Ik had hem iets meer Indisch gekruid willen hebben. Dus een beetje citroengras, een beetje Djoeruk Purut. Dat is een limoenblad. Dan maak je hem net nog even wat gezelliger. Maar ja, misschien vindt niet iedereen dat even lekker. Dan moet het een beetje Hollands blijven. Maar, ha! Zo'n prima steezoutje en het gehaktballetje is zacht, niet te gom. Je proeft er eigenlijk geen ene donder van door de pittige steezout. Maar het punt is, veel van die gehaktballetjes die dan uit de fabriek komen, die zijn gemaakt van een vlees wat een soort schoenzool is, een soort rubber is. Dat je gebit helemaal zo gaat. Dat je bijna niet doorheen kan bijten. En hierbij valt het heel erg mee. En is het gehaktballetje smaakvol. Het balletje is wel totaal ingepakt door zijn theesaus. Dus je proeft er eigenlijk geen ene reet van. Is dat erg? Nee, dat vinden wij niet erg. Als je gewoon een gehaktbal draait en die smaakt naar niks en dan smeer je er zijn thee op. Oké, dan kan je zeggen ja. We moeten hem wat leuker maken. Maar dit is een pakket met gehaktballetjes in zijn theesaus. Dan moet je het als geheel zien. En die gehaktballetjes in zijn theesaus, die zijn smaakvol. En een gehaktballetje is, ondanks dat hij uit een fabriek is gekomen, gewoon prima te doen. Ja, ik ben positief. Maar ja, gehaktballen jongens. Laten we dan ook maar gelijk naar de volgende saté gaan. En dat is de vegetarische saté. Kijk, het lijkt mij stug dat ze hier een andere satésaus in hebben gemieterd. Dus dan krijg je al gauw dat deze satésaus ook lekker is. En met satésaus maak je inderdaad een hondendrol lekker. Dus ook een vegetarische hondendrol. U raadt al. Ze hebben een hele andere satésaus in gedaan. Fik er nou eens op, joh. Die vliegen zijn wel irritant, hè? Het is heel raar. Ze hebben hier een hele andere satésaus in gedaan. Deze satésaus is anders van smaak en minder pittig. Wat zou je dat nou doen? Deze satésaus is wat neutraler. Daardoor niet per definitie lekkerder. Maar goed, het wachten is nu dat ik het vegetarische gehaktballetje ga afkraken. En dat doe ik voor dikke weer niet. Want wat is hier nou aan de hand? Dit is inderdaad ook een balletje in satésaus. Iets minder lekkere satésaus dan die. Oh, wacht even. Dit is pittige satézout en dit is gewoon in satézout. Ja, het staat er zelfs op, Jan, dat deze pittig is en die niet. En dan zeuren dat die niet pittig is en die wel. Nou ja, maar wat is er nou met dat vegetarische balletje aan de hand? Ja, dat is natuurlijk niet van vlees gemaakt. Dus dat zit een beetje in elkaar geplakt, waarschijnlijk met soja en wortel en dat soort dingen. En wat gebeurt er dus als je die dus opwarmt in de saus? Dan krijgt hij het structuur van een eigen gedraaide gehaktbal. Namelijk eentje die iemand een beetje uit elkaar dondert als je hem hebt gebeten. Waar die een stuk steviger is, is de vegetarische gehaktbal eigenlijk qua structuur veel lekkerder dan die. En dan denk je natuurlijk, ja, maar het blijft een vegetarisch ding. Dat klopt. En dat proef je dus niet, omdat het gemaakt is als een vleesstructuur. Het proeft als een, zeg maar, een zuurballetje, een beetje zo'n weke bal, in plaats van een stuiterballetje. Tenminste, deze valt ook wel mee hoor, maar deze is eigenlijk meer gehaktbal dan die. Terwijl dit geen gehaktbal is. En ik zal je vertellen, als je dit op een feestje neerzet, gaat niemand zeuren dat het vegetarisch is. Echt niemand. Maar ja, zoals al eerder gezegd, alles kan je in satésaus gooien. Je kan er een pen in gooien. Is ook lekker. Of je kan er een dood vogeltje in gooien. Ook lekker. Je kan zelfs je schoonmoeder erin mieteren. Ook lekker. Alles in satésaus is lekker. Is gewoon zo. Nou, dan hebben we hier dus alleen nog maar de gehaktballen in hete tomatensaus. Hier een balletje in rode tomatensaus. Ja. En dit balletje is natuurlijk de structuur van het gehaktballetje in het satésausje. En die is inderdaad steviger. Hoe is de tomatensaus? Ja, pittig. Precies zoals het erop staat. Vaak heb je in Nederland dat ze iets pittig noemen. Dan is het niet echt pittig. Maar voor de gemiddelde huistuin en keukenmuts is het dan al pittig. Dit pittige balletje
zit gewoon in een heel pittig sausje. Serieus pittig sausje. Dit zou je gewoon bij een Spanjaard kunnen krijgen. Zo pittig dat het saus is. En dat is een compliment voor de, zeg maar de, het risico dat de Unox hiermee loopt. Dat mensen zeggen, ja, dat vind ik mij even te pittig. Maar zo eet je dus zeg maar in de tappersvorm gehaktballetjes. Is de tomatensaus heel erg lekker? Nou, eigenlijk niet. Het smaakt als een tomatensoep. Een beetje een dikke tomatensoep, alleen dan met even iets meer peper erin. En dat is ook niet zo gek, want Unox verkoopt ook namelijk deze tomatensoep. Dus eigenlijk is het gewoon dikke tomatensoep met gehaktballetjes en even wat meer peper. Is het vies? Ook niet. Maar als je het moet bestellen, een van deze drie, zou ik deze niet bestellen. Ho! Wat een review! Wat een allemaal nieuwe dingen en kennismakingen. Ik vind het fantastisch. Tijd voor de cijfertjes. En ook dit weer wordt weer zo'n gedoe van, goh, hij gaat zeker die vegetariër niet op de laatste plek zetten. En dat klopt. Laatste plek is voor de balletjes van Unox in hete tomatensaus. Die is inderdaad pittig. Alleen de saus is gewoon een beetje zoute tomatensoep. Niet echt super lekker. En daarom komen die balletjes er ook een beetje lullig uit. Want het is eigenlijk tomatensoep met balletjes geworden. En de tomatensoep trekken de balletjes zeg maar niet op. Edoch, gewoon een 6 waard. De vegetarische gehaktballetjes in satésaus is dus fantastisch. Gewoon echt serieus goed te doen. En het smaakt echt als gehakt. En satésausje is goed. Deze, die gaan beter scoren dan die. Had ik jullie even beet. Want de pittige satésaus met de echte gehaktballetjes is wel een waard lekkerder qua saus. Maar niet qua gehaktballetjes. De gehaktballetjes zijn een beetje stug, een beetje hard. Deze krijgt een 7. En dus de vegetarische gehaktballen, die gaan dus winnen. In de gewone satésaus, prima satésaus, niks aan de hand. Alleen de structuur van de nep gehaktballen is als een echt gehaktballetje. Schiet mij maar lekker. Krijg gewoon een 8. Wat een wereld, mensen. Wat een wereld!